computer aan. De controller en PlayStation aan. TV. Good life. De familievloggers. Met Ruben en Melanie. En de leukste drieling van Nederland. Jason, Jalicia en Jaden. Good life. Hey, hallo YouTube vriendjes. Welkom dat jullie weer zijn bij een nieuwe video. Vandaag wordt het gewoon een dagje uit ons leven. Gewoon lekker makkelijk. Geen bijzondere dingen vandaag. We zijn nog steeds bezig met de tuin. Ze hebben heerlijk gespeeld met de autootjes. Maar ja, wie mag dat gaan opruimen? Moi. Ja goed, dat ga ik zo meteen doen. Ik ga eerst even een bureautje halen voor Jason. Dus we gaan met de auto naar iemand die een bureautje verkoopt via Marktplaats. Jason staat ook klaar. Ga je mee? Ja. Alright, blijf je staan? Nee, natuurlijk niet. Je moet even in een stoeltje gaan zitten. Kom. Voorin. Ja, voorin. Ja, spring. Nee, dat mag niet. Hoezo niet? Ik trok die kant. Eén handje dan. Dat is belet. Wat denk jij dat je gaat doen? Hij mag erin zitten van mij. Nou ja, waarom moet ik achterin gaan zitten? Ja. Moet eerst een stoeltje naar voren, lieve schat. Straks plastic uit te zetten, niet te vergeten. Ah oh ja, moet ook nog doen. Zit, hij lag mijn tas gewoon op de grond. Jongen. Ziekje. Wat? Ziekje. Wil je een muziekje? Ja. Dan kan je zomaar een cd erin stoppen. Wat? Nee. Dat kan niet zomaar. Zit er een cd'tje in? Doet de cd trui. Ja, ziekje lekker, schat. Ach ja, weet je, van mijn zoon heb ik dat met liefde over. Hè, schat? Dat doe ik voor jou, hè? Kijk hoe trots die is. Zo trots als een pauw. Doet de cd trui. Ik ga een cd'tje erin doen. Wat doe jij er nou? De muis steken. Maak de ramen open, dan kan je beter naar jezelf kijken. Hey! Hey Jaden, hoe gaat het met jou? Goed. Hoe was het op school vandaag? Leuk. Wat heb je gedaan op school? Speeld. Je speelde, en wat nog? Meer gespeeld. Nog meer gespeeld, en wat nog? Moeten luisteren. Wauw, wat goed voor jou. Ik zit hier luidjes rondom. Oh, is dat zo? Oké, ja. Maak de ramen weer dicht, het wordt een beetje koud. Is dat de laatste? Nee, dat doet ik. Dat doet hij, papa. Hij doet alles. Gewoon bovenop, jong. Mooi. Dat heb jij goed gedaan. Mooi stevig broodje. Ja. Mooi diep ook. Ja. Zou Jason blij mee zijn? Kijk naar jezelf. Dankjewel. Ja, oké. Pas op. We gaan rijden. Hoi Jason. Je bent een beetje te vroeg thuis, jong. Je bent een beetje te vroeg thuis. Ga jij maar lekker in de woonkamer of de PlayStation. Is ons geheimpje. Is ons geheimpje. Ja? Kom, ga jij maar een stukje pakken. Ga maar halen. Pak het laatste stukje. Ik wil de deur dichtmaken. Ga maar even wennen. Ga maar lekker PlayStation. Als het zo ver is, roep ik jou. Goed zo. Ja. Zet hem maar hierbij. Netjes. Nou, wat wij moeten gaan doen. Nee, daar komt hij niet te staan. Maar ik zet hem wel even hier neer. Want wij moeten eerst de kamer hiernaast opruimen. Kom. Heel goed, jongen. Ik heb sandalen aan. Ja, dat klopt. Je hebt sandaaltjes aan. Goeie informatie. Met lampjes erin, hè, jong. Ja. En met sokken. En met sokken, ja. Ja, ik vind de kook fijn. Anders word ik doodziek. Anders word je doodziek? Ja. Waar word je doodziek van dan? Door de wind. Ja, door de wind, ja. Als je met je blote voeten buiten loopt, dan krijg je het koud. Dat klopt, dan kan je ziek worden. Ja, dat ben ik dood.
Nou, je bent meteen dood hoor. Oh, jawel. Jawel. Ik ga je helpen, jong. Oh, de computer ook, ja. Wat was er onder het bed vandaag? Het treintje! Ja, het treintje ook erin. Zo, de laatste stukjes. Klaar. Het is netjes op uit. Heel goed. Ik ben trots op jou. Aan jou, de heer jong. Jij mag hem vastschroeven. Boven? Ja. Eén slag draaien moet je. Wat? Eén slag draaien, één keer omdraaien. De schroevendraaier. Hij zit vast. Goed zo, dan de volgende. Ik moet onder de tafel. Bureau. Goed. Is deze al vast? Als jij goed aandraait wel. Heel goed voor jou. Nou, dan zitten die in elkaar, hè? Mooi, volgende onderdeel. De televisie, die gaan we ophangen. We dachten hier. Want dan kun je zowel aan het bureau als op bed, kan je, tenminste in zijn geval, met de PlayStation televisie kijken. Kan niet echt, want er komt geen coaxkabel aan. Dus sowieso achterhaald. De kabel, analoge televisie gaat sowieso eruit. Digitale televisie, ja goed, dan kan die beneden kijken. Als, net zo min, als wij hier een computer gaan neerzetten, dat is mijn oude computer. Mijn tweede reservecomputer. Melani die doet in principe werk op mijn reservecomputer. Ja goed, dat zetten we gewoon hier neer, want anders staat er boven toch maar. En dan kan die jongen daar nog op spelen. Die computer wil ik eigenlijk Rollercoaster Tycoon voor installeren. Ik kan die achtbaantjes bouwen. Dus we gaan deze gaan we hier vastboren. En ja, gaan we hele handen vastmaken. Nog een tip van Melani. Als je gaat boren in de muur, vrouwen, er komt heel veel stof vanaf. Melani lost het op met gewoon een doekje eronder leggen. Er is geen doekje, hè? Dat is een stofdoek, een zwifferdoekje. Een zwifferdoekje, ja. Oh. Het eerste gaatje in deze muur is een feit, dames en heren. Wat een plechtig moment. Allemaal even 1 minuut stilte. Ja, van jou wel. Met Jane Boeren, dat is normaal. Oh, God, ik vertrouw je. Nee, jouw schaduw, ik ben trots op. Je mag ook wel eens gezegd. Oh, shit. Zie je wat er vanaf komt? Even kijken, nee. Dat is... Verkeerde maand. Ja. Nee, dan ga ik toch een ander bordje pakken. Hé, hey, wat goed van jou, schatje! Hij kan een gaatje boren! En schat, volgens mij heb ik toch iets wat goed zo gezegd. Kijk, we hebben geboord. Is die natte ontdoen? Ja, en als ik dadelijk buiten uitkom, is het ook weer niet goed als we hier naar buiten staan te kijken. Ja, kijk, jij kan weer niet met de camera omgaan, hè? Ja, ja. Ze hebben ieder ons eigen ding. Hoe ga je dat oplossen? Gewoon er tegenaan schroeven, hè? Oké, nou, we zullen zien. Complimentjes, je lost het wel een beetje op. In plaats van zijn grote mond net halen, had ik een kistje ook kunnen halen. Had het in één keer kunnen halen. Ik wist niet eens dat kastje volgens had. Volgens mij is je dochter thuis. Ja. Breekt hij gewoon af. Hij breekt gewoon helemaal. Hoi. Ik weet niet wat je aan het doen hierbij. Nee, dat begrijp ik ook niet. Wat zeg je tegen Jason, hè? Nou, ik haal hem maar weer los, schat. Ik weet het ook niet. Gaat het? Het zou moeten, hè? Mooi. Jij slot je. Lust het op mijn hoofd, ik. Wat? Jij ziet dat bedoel ik dan? Met de mond kan ze alles, maar ze voert geen klap uit. Ja, jij slot, niet ik. Nou, doe jij het. Oké, ik praat het in orde. Ja. Dan hang jij hem op. Je krijgt het nooit meer uit. Tuurlijk wel, gewoon uitboren. Let op. Standaard, goed. Vraag is beton harder dan staal? Wat ga je nou godsnaam doen? Dacht je dat je nou... Ja, het idee was, dan zullen we even een ijzerboordje pakken, ik een ijzerboor erin zet. En die krijg je dan niet meer uit, Ruben? Dan gaat weer uit. Je kan beter zorgen dat je dat eraf knipt. En dat stop ik!
Houd het op mijn Albertine. Je kunt het even afplakken. Jongen, 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 jongen. Nou, dat is dus wat ik bedoel. Daarom, dit is nu precies waarom ik Ruben absoluut niet laat boren. Nou, levendige bewijs heb je weer. En ik dacht, goh, hij heeft in de jaren dat ik bij hem ben toch nog wel iets geleerd. Maar het blijkt, het zijn grot nieuwe muren. Iedereen die nu kijkt, die vindt het zo verschrikkelijk. Die denken allemaal, Melanie, man, pak jij niet die boormachine, doe je het zelf. Hè? Ja, schat, ik ben... Op die arme man, op die arme, hardwerkende man. De zweetdruppels staan gewoon op mijn voorhoofd. Sorry, schat. Hard werken hier, dit is een man zou dat ook kunnen, hoor. Ja, hoe gaan we dat doen? Ja, wat ik zei, Albertine erop en dan nieuwe gaten worden. Ja, tuurlijk. Nog meer gaten. Ik ga eerst naar de bouwmarkt. Gelukkig moet hier nog alles binnenkort weer eens gewit gaan worden. En dan gaan we even nieuwe bouten halen. Dan pas zeven gaan deze, want dat kan gewoon niet dat die afbreken. Je machine is helemaal. Dat kan niet gewoon zeggen. Nee, dat moet ook niet kunnen hoor. Nou, dus hou het aan, hoor. Jouw schuld, wat jij hebt besteld. De tweede ronde. De tweede ronde. Ik haat dit echt. Ik haat dit toch zo erg. Nee, goed, ik heb een muurvuller gebruikt. Is weer opgevuld. 10 nieuwe raadjes, 10 nieuwe plugjes, 10 nieuwe schroefjes. En we gaan het gewoon nog een keer proberen. Ja, mensen, jullie willen het geloven of niet hoor. Maar... Hij zit eindelijk op het mot. Ja, eindelijk, kijk. Aan. Zie je? De gaten. Maar, het valt nou wat minder op, hè, straks. Ja. Maar, het einde is een zeg. We hebben lang gehaald, maar we hebben doorgezet. Ja, we hebben eerst maar eens even die televisie eraf gehaald. Maar dat ding, maar hoe lang is die televisie erop? En dan zijn die schroeven. Nou ja, het zijn wel kleine schroefjes, hè? Oh, 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 zoveel commentaar dat ze hadden de hele middag. En slechts 2 schroefjes. 4, jongen! En ze is daar al de hele tijd mee bezig. Ja, zeker. Ik denk dat ze zeker een kwartier aan het rommelen is. Oh, wat een eiling, jongen. Maar we hebben alle tijd. De laatste mag jij doen. Ja, dat dacht ik al. Tada! Waar is die? Hebben wij rust beneden? Hier een televisietje, maar dames en heren, eindelijk, hij hangt. En toch ben ik wel een beetje trots op ons. Nee, met trots op ons. Zegt ze ook nog, hè. Zonder blikken op blozen. Nee, schat. Wat een vrouw. Mijn complimentjes. Wat een vrouw. Niet heerlijk, op stangjagen altijd. Ja, dankjewel voor je advies hoor, schat. Echt. Ja, goed, we hebben er doorheen gesleept vandaag. Al die adviezen bij jou, bij jou had ik het zeker niet gered, nee. Laat eens kijken eens naar buiten, dames, het wordt al donker. Zo lang ben ik het allemaal bezig. Het is al schemeren. Het is, even kijken, 7:30. Normaal liggen ze om 6:30 in bed. Dus nou ja. Maar ze zijn lief beneden, Judith slaapt. Kijk, en daar ligt hij dan. Lekker te slapen. Hij had zich hier een kussentje voor gedaan. Hij had zoiets van, dan heb ik het nog donkerder. Nou, slaap lekker, kereltje. De laatste loodjes. De laatste handelingen. Zo, hij staat. En nu zet hij zo. Zullen we het rond gooien? Gewoon laten staan. Mooi, hè? Ja, doen we dat. Nou, uur van de waarheid. Kijk of meneer het leuk vindt. Oh, geblinddoek en al. Sst, niet zeggen. Oké, we tellen af. 3, 2, 1. Mama, mogen we meespelen? Jij, mag ik meespelen? Eindelijk kan je op met te spelen, toch? Ja, hier zit nog een controller. Nou, wat vind je ervan? Ja? Jason, kan je jij mee? Is altijd spelen. Dan kan jij voortaan lekker op je eigen kamer met de PlayStation. Kunnen jullie geen ruzie maken. En Jason, ja. Beneden komt er nog steeds een andere PlayStation. Ja. Voor de andere twee, Trisha en Jaden. Maar jij bent het verste met dit. En... Ik heb ook een computer voor je neergezet. Voor jou? Voor hem. Nou, maar helemaal kan ik het ook? Mag ik jij mag er ook misschien een keertje op spelen. Maar niet nu, want hij is niet helemaal aangesloten. Moet nog verder allemaal gedaan worden. Ja, ik heb alleen even dit ik neergezet. Ik vind het leuk, ik vind het. Jullie hebben gezien, zo ellende vandaag gehad. Daar kom ik nou niet meer aan toe. Ik heb er geen zin meer in. Begrijpelijk. Dus, klaar het is. Hangt hij niet te hoog? Ik kan vliegen. En wie de pak aan heeft, de blauwe pak en de blauwe zwart heeft, die is dan de baas van het dier. Als het dier doodgaan of
of ik als ik de dieren doodslaat of niet. Is Minecraft, dames en heren, en ik snap er helemaal niks van. Maar ja, de meeste van onze kijkers waarschijnlijk wel. Maar de dieren moeten dood, dat is echt grappig. Grapje. Maar kijk. Dus ik heb krachten. Als ik in de brand sta, ga ik niet dood. Dan heb ik even krachten. Ja, je hebt een god mode, hoe ze dat noemen. Dan ben je onoverwinnelijk. Als ik krachtjes had, dan gaat er net altijd nog brand. Maar hier heb ik geen brand meer. Daarom heb ik die pakjes ook. Ik vind het een prachtig verhaal, Jason. Maar ik vroeg alleen of die niet te hoog ging voor je. De tv hangt er niet te hoog. Wat weet je wat we hier ook nog mee kunnen? Moet je opletten. Papa doet niet. Dat is wat verkeerd. Kijk, dan kun je hem zo zetten. Zo. En dan kun je achter het bureau gaan zitten. Alsjeblieft. Maar je kan hem ook zo richting je bed zetten. En dan kan je lekker in je bed liggen. Eén ding, ga er niet aan hangen. Want dan breekt hij af. Ja? Oké. Aan de zijkant zitten ook allemaal knopjes. Deze bijvoorbeeld. Alsjeblieft! Dat is de uitknop. Moet ik hem aanmaken? Nee, je moet je even dan niet meer bemoeien. Dan kan je hem uitzetten. Ja, dan staat hij helemaal uit. En nou? Nou staat hij weer aan. Kijk, hier zit het knopje. Is goed. Nog even één dingetje, Jason. Dit is vanaf nu jouw PlayStation. Ja, maar kijk. Kijk, hè. Als jullie Sjandien ook op de PlayStation zag en ik zeg nee, en jullie blijven zo op mijn kamer zeuren, en ik op een PlayStation mag. Ja, dan zeg ik gewoon, heb ik een camera van jij. Ik ben bij zure kinderen. Als ik iets verkeerd doe en ik word dood en ben ik dood, en dan moet ik overnieuw. Ja, heel goed. Ik zou je ook niks laten ontnemen. Dus ik kan echt niet. Nee. Dus duidelijk, Jalicia. De PlayStation beneden wordt voor jou en Jaden. En waarom dat, mensen? En waarom dat is, dames en heren, voordat we krijgen, onze oneerlijk, heel erg simpel. Jason is gewoon de verste. Jalicia, die wil eigenlijk alleen maar de PlayStation als Jason erop zit. Want als hij er niet op zit, dan krijgt hij ook niet meer aan die PlayStation om. Jaden, die zit meer op zijn tablet dan op de PlayStation. En Jason en Jaden op de PlayStation, dat wil nog wel gaan. Maar Jason en Jaden, of Jason en Jalicia op de PlayStation, geen combinatie. Heel erg simpel, dat Jason veel gerichter kan spelen. Die is veel verder in ontwikkeling dan de andere twee. En de interesse is gewoon veel groter. Het is bij Jaden ook gewoon een beetje desinteresse. En bijvoorbeeld een spelletje, dat Star Wars, wat hij nou speelt, het Lego Star Wars. Hij weet al precies welke poppetjes je moet pakken. En de andere twee die rennen maar wat rond, die schieten maar wat. En die doen maar wat, beweegt en dan winnen ze leuk. En Jason is echt levels die ze aan het uitspelen. Kijk maar, die Europa is wel heel. Ik weet niet wat hij aan het doen is, maar heel gericht aan het spelen, blokjes aan het neerzetten en alles. Dus ja. Papa? Ja? Kijk, weet je wat ik nou doe? Nou, wat doe jij nu dan? Ik ga nou de rails maken van de verre van mijn achtbaantje. Ben je een achtbaantje aan het bouwen? Ja. Ja, dat spelletje heb ik ook nog een andere keer op terug. Rollercoaster Tycoon. Papa, weet je? Bij mij om te doen. Ja, die gaat beneden, gaat hij er ook op. Alsjeblieft, zet hem niet uit. Exact. Nee, ze gaat hem alleen even schoon aan de achterkant. Vanwege de stof van de boren. Ja. Ik ben het liksigste Jason van de hele wereld. Kijk, waar heb ik daar wat licht? Daar wat licht een dag. Oh, wat bof jij even. Nou, heb bij hem. Daar ligt daar. Nou, waar heb je nog licht? Bij je bed toch? Ja. Nou, heb bij hem slapen. Ja, dat weet ik, ja. Welterusten, lieve Jason. Welterusten. En dat rusten, lieve computer en die controller en PlayStation en tv. Top. Welterusten. Vond je dit een leuke video? Ja, leuk. Wel eens te drukken. En als jullie dit ook willen doen, pak dan een PlayStation voor de postbode en doe het een nieuw hoog op de slaapkamer. Dag. Abonneer je op Good Life en vergeet niet op de bel naast de abonneerknop te drukken. Dan ontvang je van elke vlog een melding en pushbericht en mis je helemaal niks meer. Dus druk op de bel!